Een afleiding. Wat is een afleiding? Wel, we hebben een grondwoord. En als we dat grondwoord gaan wijzigen, dan hebben we een afleiding. Dus we hebben geleerd dat we bij sommige woorden een voorvoegsel er konden bijzetten, of een achtervoegsel er iets voor of iets achter zetten. Uh, dan hebben we een afleiding. Nu vandaag gaan we uh, woorden gebruiken uh, waar, die grondwoorden waar we een afleiding van gaan maken, door er bijvoorbeeld een meervoud van te maken. Of je kan er ook een verkleinwoord van maken. Dan heb je ook een afleiding. Bijvoorbeeld banaan. Ik maak er meer van, een meervoud. Bananen. Dus bij die banaan komt nog een bij. Maar ik moet wel opletten. Bananen voor mijn verenkelingen. Dus bananen is een afleiding van het woordje banaan. Het verkleinwoord van banaan is banaantje. Banaantje. En daar hebben we ook iets bijgevoegd bij dat grondwoord, dus is dat ook een afleiding. Het woordje touw, om nog eens een voorbeeldje te geven, is het grondwoord. We gaan er meer van maken, touwen. Dus als we er nog iets bijvoegen, hebben we al een afleiding. Dus als we er een meervoud van maken, hebben we een afleiding. En een verkleinwoord van touw is een touwtje. Voilà, dat zijn allemaal afleidingen. Zo, en dan kunnen jullie verder met jullie oefening 1.